Nak hangt een straf boven het hoofd. Het heeft tot drie maal toe aanvaller Milos Zukanovic opgesteld in een wedstrijd, maar zonder dat het daarvoor de juiste papieren in handen waren. We gaan naar Jos van Erp. Die staat al voor ons op de redactie. Jos, hoe kan dit nou zo misgaan? Ja, je kan zeggen foutje bedankt, maar iemand heeft bij NAC gewoon zijn werk niet goed gedaan. Een administratieve fout, zoals dat zo, zo mooi heet. Ja, die Zukanovic is een Kroaat en heeft een dubbel paspoort. En ja, dan moet er een werkvergunning voor zijn speler worden geregeld en dat heeft NAC niet gedaan. De KNVB, de Voetbalbond TV, zegt dat zo'n gewoon mag voetballen voor NAC. Maar ja, zonder werkvergunning uh, ja, uh, mag het alsnog niet. Je hebt dan wel uh, dat je speelgerechtig bent, maar geen uh, werkvergunning uh, hebt. Dus een probleem uh, voor NAC, want er komt nu een onderzoek. Ja, en wat houdt dat onderzoek nou precies in dan? Nou ja, er wordt niet zozeer gekeken of NAC een fout heeft gemaakt, want het is wel duidelijk dat die wervingsgunning er gewoon niet was. Wat er dan wel wordt onderzocht, is de, wordt echt gekeken hoe verwijtbaar is het nu wat NAC heeft gedaan, hoe fout zijn ze in, in deze zaak geweest. De KNVB gaat het onderzoek niet doen, maar een onafhankelijk persoon zal dat onderzoek gaan doen. Uh, ja, aan, aan de hand daar wordt dan besloten wat voor straf NAC kan gaan krijgen. Ja, en even vooruit bordurend daarop. Wat, wat zou zo'n een straf kunnen zijn? Dat kan echt heel uiteenlopend zijn. Dat kan het vingertje zijn van niet meer doen jongens. Dus ja goed, een officiële waarschuwing. Maar het kan ook zo zijn dat NAC punten in mindering gaat krijgen. En als we even de stand erbij pakken in de eredivisie. Dan zien we dat NAC voorlaatste staat in de eredivisie. En maar drie punten meer heeft dan FC Dordrecht. Dus zo'n puntenstraf is eigenlijk wel het slechtste wat NAC kan overkomen. Dat hoopt eigenlijk niemand in Breda. De speler, die Sukanovic, die speelt en traint voorlopig niet in Breda. Die is uit de selectie gezet. Dus voor de jongens is het ook de hoop dat er snel een oplossing komt in deze zaak. En zeker voor de fans van NAC is het de hoop dat er snel duidelijkheid komt. Sportief gaat het al heel slecht met de club uit Breda. Dus het is echt de echte hoop dat er snel duidelijkheid komt en dat ze ook weten waar ze aan toe zijn daar. Joost, dankjewel.